Hallo en welkom bij LogiTalks, een serie gesprekken waarin we experts aan het woord laten over de werkomgeving van de toekomst. Want hoe ziet onze werkplek er over een paar jaar uit? In ongeveer 20 minuten gaan we in op de laatste ontwikkelingen en trends. Mijn naam is Annemarie van Kampen en ik heb de mooie taak om deze gesprekken te begeleiden. En vandaag staat Remote Management centraal, of leidinggeven op afstand. Ik ga daarover in gesprek met twee gasten en we gaan op zoek naar de tips en tricks om het beste uit jouw werkdag te halen. Ik stel je graag voor aan Milou Verhofstadt en Gonnie Vink. Gonnie, allereerst welkom. Fijn dat je er bent. Hoe is het vandaag? Ja, dankjewel. Vandaag ben ik een dagje op kantoor. Echt prettig, toch weer een keer. Kijk, het is net echt. Hey, ik kan me voorstellen dat het een bijzonder jaar is geweest, zeker in jouw werkveld. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, het was afgelopen jaar denk ik net als voor iedereen, voor ons ook een rollercoaster. We hebben ontzettend hard gewerkt om klanten te helpen de stap naar digitaal te maken. Maar ook in het op afstand leiding geven. Dus we hebben aardig wat te doen gehad afgelopen jaar. Kan ik me zeker voorstellen. En Gonnie Vink is oprichter van Work21. Een bedrijf dat helpt om andere organisaties wendbaar te laten zijn in deze digitale tijd. En je kent haar misschien van verschillende boeken. In 2009 bracht ze al het boek Het Receptenboek voor het Nieuwe Werken uit. Ja, en haar boek Never Waste a Good Crisis is natuurlijk relevanter dan ooit. Dus hartstikke fijn dat je er bent vandaag. En naast jou in het scherm zit Milou Verhofstadt. En Milou die werkt voor het retail marketingbureau de Hamilton Bright Group. Zij is daar Business Development Director en verantwoordelijk voor onder andere marketing, recruitment, HR-diensten en business innovatie. Nou, ze zet haar slagvaardigheid en denkkracht daarnaast ook nog in voor de ronde tafel van topvrouwen. Dus een mooi divers werkveld voor haar ook. De moderne manier van leiding geven, Milou, die moet bij jou in het bloed zitten. Wat zeg jij tegen organisaties die zeggen van ja, maar dat past helemaal niet bij ons? Ja, natuurlijk één woord, onzin. Nee, dit past eigenlijk bij iedereen, jong, oud. Maakt niet uit wat je achtergrond is, hè, natuurlijk afhankelijk even van de daadwerkelijke inhoud van je baan. Maar als organisatie kun je altijd, al is het maar stapje voor stapje, een klein beetje kritisch kijken naar hoe doe ik mijn werk, hoe vul ik dat in en welke toolings en locaties heb ik daarvoor. Dus ja, mijn stelling is daarin dat voor iedereen dit mogelijk is. Ja. Je weet eigenlijk niet beter, hè? In jouw carrière heb je altijd zo gewerkt. Afgelopen jaar was gek voor ons allemaal. Heb je dat toch als een omslag ervaren? Ja, zeker, tuurlijk. Wat je zegt, het hybride werken, zoals wij het noemen, zit natuurlijk in ons DNA bij Hamilton Bright. Maar ja, zeker een omslag, want van 3 dagen of 2 dagen in de week thuiswerken naar 5 dagen in de week thuiswerken is wel degelijk een verschil. Natuurlijk mis je je collega's en het kantoor is een ruimte waar innovatie en creativiteit en ideeën met elkaar gedeeld worden. Nou, dat was er even niet en nog steeds eigenlijk niet. En daarin merk je dat die medewerkerbetrokkenheid, maar ook de bevlogenheid om je werk te kunnen doen, ja, die zijn extra belangrijk. En daar hebben we als Hamilton Bright wel veel aandacht aan geschonken afgelopen jaar. Ja. Kun je daar wat voorbeelden van noemen, hoe je toch dan die gewenste bedrijfscultuur behoudt? Ja, zeker. Allereerst zijn we gaan kijken van oké, waar hebben medewerkers behoefte aan? Nou, daar kwam eigenlijk veelvuldig naar voren dat men heel graag wilde weten hoe gaat het met het bedrijf? En wat is mijn rol in het bedrijf? En wat kan ik bijdragen? Dus daar hebben we als eerste gehoor aan proberen te geven door digitale town halls te organiseren. Die noemen we de HB Hub. Waar iedereen op kan inbellen, binnen, buitendienst, maakt niet uit wat je baan is. Daarin vertelt directie hoe het met het bedrijf gaat en laten we ook diverse collega's aan het woord hoe het gaat met hun dienst of met hun service, datgene waar zij verantwoordelijk voor zijn. Of mensen uit het veld, hoe beleef je eigenlijk nou zo'n werkdag als je in de mediamarkt staat en je moet afstand houden met een mondkapje op, hoe werkt dat nou? Dat zijn absoluut topics die we daarin behandelen, maar ik denk ook aan de praktische dingen als na elke persconferentie een mailtje of de geëikte bingo natuurlijk ook. Ja. Dat zijn wel zaken waar wij ook extra op hebben geanticipeerd. Ja. Dus informeren, maar ook plezier maken met z'n allen. Absoluut, absoluut. Ja, absoluut. En Gonnie, leiderschap is natuurlijk belangrijk hierin. Wat is voor jou de kern van goed leiderschap? Nou ja, wat ik Milou ook hoor zeggen, is dat het veel meer gaat over mensgericht leiderschap.
Dus kijken wat heeft de ander nodig om goed te kunnen werken, maar ook in verbinding te blijven met de organisatie en met de collega's. En ja, mooi om dan te horen hoe je dat als organisatie kunt doen en wat ook het effect ervan is. Terwijl ik bij veel organisaties ook al hoor dat veel overleggen vooral veel inhoudelijk zijn geworden. Dus de dingen eromheen, ja, die zijn dan beperkt of alleen maar verplaatst naar zo'n bingo of een pubquiz. Zo, ook in het werk is juist dat aandacht en persoonlijke contact essentieel. Dan heb je het eigenlijk over de koetjes en kalfjes, zoals we dat gewend zijn. Ja, ja, ja. En hoe doe je dat op afstand dan? Ja, wat interessant is, we hebben natuurlijk meer dan ooit bij iedereen thuis kunnen kijken. Dus we hebben veel meer kunnen zien van mensen. Ja. Het is er vaak ook wel schroom om te vragen naar persoonlijke omstandigheden, persoonlijke dingen. Mensen vinden dat ook ongemakkelijk. Terwijl als je elkaar beter leert kennen, meer van elkaar weet, dan kun je ook meer van elkaars kracht gebruik maken. Maar kun je ook helpen waar dat nodig is of ondersteunen waar dat nodig is als mensen daar behoefte aan hebben. Dus daar zit echt een grote verandering in voor veel organisaties. Dus voor een manager betekent dat dus heel concreet vragen hoe gaat het? Ja, ja. En wat kan ik voor je doen? Is dat iets wat jullie ook omarmd hebben als je dat niet al gedaan had, Milou? Ja, ja, absoluut. Ik denk dat het persoonlijke contact, nou, dat is een van de punten bij Hamilton Bright waar we extra trots op zijn. We sturen elke kerst sturen een persoonlijke brief bij, kerstpakketten, kaartjes, dat soort dingen. Dus dat proberen we al heel erg bij de directe managers te stimuleren. Ja, en helemaal in zo'n periode is absoluut dat persoonlijke contact, even gewoon een chit-chat, ontzettend belangrijk. En daarin het open en ook transparant communiceren. Hoe gaat het met jou, maar hoe gaat het ook met mij? En ik heb ook een kind thuis en ik heb ook momenten gedacht, oh jee, hoe ga ik dit regelen? En al die klantbelletjes en al die mailtjes, hè, helemaal. Toen we in de eerste lockdown bijvoorbeeld kwamen, nou, dat zijn absoluut punten die juist door die kwetsbaarheid ook te geven, krijg je die ook terug. En nou, helpt dat mensen gewoon, ja. Mooi om te zien. Gonnie, is dat iets waar je leidinggevende in kunt trainen? Kwetsbaar opstellen? Nou, ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt, want dat kwetsbaar opstellen, ja, dat kun je doen door zelf het voorbeeldgedrag laten zien. En mijn ervaring is dat als je dat laat zien, wat mensen ook, hè, mensen werken bij een bedrijf omdat ze graag willen bijdragen, omdat ze verschil willen maken. En als jij je kwetsbaar op durft te stellen, omdat je niet overal antwoord op hebt, krijg je veel meer saamhorigheid en verantwoordelijkheid bij medewerkers om ook bij te dragen. Terwijl als jij overal antwoord op hebt, ja, dan gaan mensen op jou zitten wachten. Terwijl als je wil dat mensen zelf initiatieven nemen, dan helpt het dus ook dat je zelf kwetsbaar je durft op te stellen, dat je niet alle antwoorden hebt en dat je het echt met elkaar moet doen. En dat creëert ook weer verbinding, dus dat is zo mooi. Dus eigenlijk kan het ook heel simpel zijn. Dus wees eerlijk over hoe je je voelt en hoe dingen gaan. Of wat jij terecht zegt, wat je misschien niet weet. Ja. Ja. Mooi om dat mee te nemen. Milou, wat is een behoefte die jij momenteel ziet bij jouw werknemers? Ja, de behoefte om met elkaar het verschil te maken in deze periode. Dus wanneer je stil komt te liggen en denkt van hey, maar wat is mijn rol dan nog? Om samen te kijken naar innovatie en te kijken, oké, wat kunnen we dan wel doen? En dat ook te vertellen tegen de rest. Dat is wel echt iets wat ik nu heel erg meemaak en heel erg zie, ja, binnen het team. Die informatie delen en de communicatie daarover. Ja, absoluut. En ook samen wel nog steeds creatief bezig zijn en nog steeds kijken van waar kunnen we ook voor onze klanten het verschil maken. En blijven we ook die partij die ook in deze periode het specialisme gewoon voorop heeft staan en daar precies de juiste dingen in kan doen, ja. Conny, is dat iets wat je herkent of zie je ook andere struikelblokken nu veelvuldig gebeuren? Nou, kijk, wat natuurlijk belangrijk is als je op afstand leiding geeft, dan kun je minder gaandeweg bijsturen. En wat helpt is als je een open cultuur hebt waarin met elkaar geleerd wordt, met elkaar gedeeld wordt en waarin je maximaal transparant samenwerkt, zodat informatie makkelijk stroomt door de organisatie, mensen dingen kunnen vinden die ze nodig hebben. En dat de silo's, eigenlijk de muren tussen de verschillende afdelingen, dat die verdwijnen. Want dan kunnen dingen veel makkelijker gebeuren. En dan, want ik zie wel dat binnen organisaties mensen heel erg gefocust zijn op hun eigen team.
En dat doet de organisatie natuurlijk niet goed. Dus het helpt als die muren afgebroken worden en je dwars door de organisatie heen met elkaar kunt samenwerken en creatieve oplossingen kunt bedenken voor je klant. Dat is het voorbeeld wat Milou net aanhaalde, die algemene town halls waar iedereen aan bod komt. Dat zou dus wat jou betreft een goed voorbeeld daarvan zijn. Ja, zeker. Ja, zeker. Want je ziet ook dat mensen de koffieautomaatgesprekken missen. Ja. En wat ik wel eens tegen leidinggevenden ook zeg is, maak nou eens een tekening van, schrijf nou eens op welke mensen je wel eens tegenkwam in de wandelgangen bij de koffieautomaat en die je eigenlijk al die tijd niet meer hebt gesproken. En ga gewoon elke week eens iemand bellen. En dat voelt ongemakkelijk, want heel veel mensen zeggen, ja, maar ik ga pas bellen met een concrete vraag. Ja, of als er iets is, ja. En dan zeg ik, wij nou zo, hoe leuk zou jij het vinden als iemand jou belt met, goh, lang niet gezien, gesproken, we hadden al goede gesprekken. Ik ben benieuwd hoe het met je is. Dat levert zoveel waardevolle informatie op. En soms blijft het misschien bij één keer. Maar het kan ook iets zijn waardoor je met elkaar weer veel meer gaat bouwen aan het geheel, in plaats van ieder zijn eigen stukje. En het op afstand werken is natuurlijk voor veel mensen best lastig. Hè? Dat contact met collega's en ook de leidinggevende die ontbreekt. Een van de dingen die je wat hoort is dat mensen zich wat schuldig voelen over hun tijdsindeling. Of ze het wel goed doen of goed genoeg werken. Komt dat bij jullie wel voor, Milou? En hoe ga je daarmee om? Ja, absoluut. En je ziet absoluut mensen, hè, die nieuw bij Hamilton Bright komen, die denken, oh jee, wat een verantwoordelijkheid. En moet ik dan van 9 tot 5 achter mijn laptop zitten? En ik denk een mooi voorbeeld, we hebben nu Teams heeft updates gehad, maar eerst zaten wij ook nog op Skype en dan had je nog die bolletjes, hè, groen, geel, oranje en rood. En dan gingen we met z'n allen kijken of alle mensen wel op groen stonden en hè, de drang om ik ben wel live, ik ben er. Ja, dat zag je heel erg. Dus waarop we dat proberen aan te pakken is gewoon door ook aan te geven, joh, wij vinden het echt heel oké als jij tussen de middag gewoon gaat hardlopen. En als jij net een hele intensieve call hebt gehad met een klant, hè, een pitch, noem maar op, dat vergt enorm veel energie. Of misschien heb je een heel pittig gesprek net gehad met iemand. Nou, trek even je hardloopkleren aan, doe een rondje, heb je een hond, ga lekker wandelen. Doe ook vooral even je was tussendoor. Als dat betekent dat jij daardoor meer energie hebt, En lekkerder daar weer achter je laptop kan kruipen om weer die calls te doen, dan stimuleren we dat en dan hebben we het daar ook met mensen over. En wat Gonnie net ook al zei, ik denk dat daar in de voorbeeldrol van de manager ontzettend belangrijk is om te laten zien van hé, maar ik doe dat ook. Van, ik was net niet bereikbaar, bijvoorbeeld, ik was bij de kapper of ik was even mijn kinderen van school halen en nu ben ik er weer wel. En wij noemen dat energiemanagement en daar hangen we best wel wat zaken in op en ook trainingen en begeleiding, ja. Dus op die manier kun je dat een beetje afvangen om te laten zien van hè, zo kun je je dag indelen. Dat exact. Voorbeeld van die leidinggevende is daarin dus heel belangrijk. Dat hangt denk ik nauw samen met motivatie bij medewerkers. Kun je daar iets over vertellen, Gonnie? Hoe werkt dat, motivatie? Nou, kijk, wat je eigenlijk ziet is mensen die meer keuzevrijheid hebben en autonomie hebben hoe ze hun werk organiseren, die zijn over het algemeen gelukkiger in hun werk en dus ook gemotiveerder. En we hebben natuurlijk afgelopen jaar die keuzevrijheid niet zo gehad, want we moesten allemaal thuiswerken. Dus dat klinkt vrij, maar je zat toch steeds vast aan één plek. Ja, dus dat maakt het anders. Maar je ziet eigenlijk normaal gesproken dat mensen die de keuze hebben om thuis te werken over het algemeen productiever zijn. Alleen wat je ziet bij veel organisaties is dat we harder zijn gaan werken, maar we zijn niet per se slimmer gaan doen. Dus, en dat doet wel een zwaar appel aan de werkers, want je kunt niet de hele dag van 8 tot 6 in online meetings zitten. Dat is niet vol te houden. Als je met elkaar zoekt naar hoe kunnen we het slimmer doen en echt digitaal te gaan werken, op afstand slim samen te werken, waardoor we ook tijd overhouden voor andere dingen en je uitgaat van die autonomie van medewerkers, waarbij ze hun dag ook veel meer flexibeler kunnen indelen, dan zul je zien dat die motivatie ook goed werkt. En dat slimmer werken, kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, wij gebruiken bijvoorbeeld Microsoft Teams, hè, dat doen we veel bij klanten, ik hoorde het Milou ook zeggen. Daar kun je heel transparant met elkaar samenwerken. Daar kun je met elkaar chatten. En je ziet bijvoorbeeld bij ons dat sommige mensen in zo'n dagstart de hele dag naast elkaar op afstand blijven werken. Ik heb veel jonge mensen die dan alleen wonen op een kamer. Dat is niet fijn. En dat helpt, hè? Zien werken, doet werken. Dus als je naast een collega werkt, ook al is het virtueel,
dan motiveert dat wel. En dan kun je elkaar ook net een beetje dat steuntje in de rug geven wat een ander nodig kan hebben. Het zichtbaar maken weer. Milou, de technologie is natuurlijk één ding. Het zijn prachtige tools die je kunt gebruiken. Maar hoe zorg je er dan ook voor dat dat geaccepteerd wordt? Dat mensen dat ook echt gaan gebruiken? Ja, ook daar denk ik de juiste begeleiding. Dus stapje voor stapje. Hè. We krijgen mensen binnen in het bedrijf die al volledig bekend zijn met Teams, OneNote, allerlei prachtige technologische ontwikkelingen. Nou, die hoef je alleen maar te vertellen, nou zo werkt het, log in, alles staat in de cloud en klaar. Maar er zijn ook mensen die we letterlijk moeten vertellen, hey, goh, wist je dat we ook in OneNote werken? En dat je dat ook kan delen en dat ik dat dan kan zien. En, nou, daar hebben we speciale cursussen voor nodig. Dat zit ook in ons onboarding proces. Dus als je bij ons binnenkomt, dan zijn dat de zaken die we je vertellen. En eigenlijk onze huisregels vertellen. Ja. Maar ook wel kijken, hè, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, joh, voor mij hoeft dat niet per se, geef mij maar gewoon lekker mijn schriftje en mijn blokje. En dat is ook oké. Okay. Dus er is wel ruimte om ook gewoon je eigen ding te doen. En wat Gornie ook net al zei, daarin hè, om juist die ondernemerschap en die autonomie wel te bewerkstelligen, heeft iedereen daar ook wel zijn eigen manier in, waarbij wij proberen je de kaders aan te geven en te vertellen hoe je die kan inzetten. En soms dus eigenlijk de randvoorwaarden van hoe werken we en daarbinnen mag je keuzes maken. Exact. Fanny, ja. Een van de dingen die jij wel zegt is, we moeten niet meer e-mailen. Dat zou zeggen, van, hè, dan beperk je de keuze van de medewerker. Welke gedachte zit daar precies achter? Ik weet niet, als je naar de meeste mailboxen kijkt, dan zijn die heel vol en kunnen mensen vaak. Het is ook persoonlijk, wat in mijn mailbox staat, heb ik alleen. En dat is natuurlijk eigenlijk gek, want als je samenwerkt in een team, dan wil je eigenlijk dat dingen gedeeld worden. Mm-hmm. En dat informatie makkelijk toegankelijk is. En mail is een kop en een staart, dus het vraagt veel meer communicatie dan even snel een korte vraag stellen en snel antwoord krijgen. Ja. Wat je ook makkelijk terug kan lezen op het moment dat je even betrokken was. Hè? Dus als je bijvoorbeeld in een project in zo'n team werkt, dan kun je die chats makkelijk teruglezen als dat nodig is. Maar bij mails is dat niet, want dan moet je maar net ingekopieerd zijn. Dus het vraagt wel een andere denkwijze. En veel organisaties zien dat ze nog een beetje mix hebben. Dus half mailen, half team gebruiken. Ja, dat werkt natuurlijk niet. En ik snap, naar buiten toe werkt dat vaak zo. Dat doen wij ook. Maar als je afspreekt met elkaar intern, doen we dat niet. Dan gebruiken we alleen de communicatiemiddelen, bijvoorbeeld in Teams. Dan scheelt dat heel veel en dan gaat het ook veel sneller met elkaar. Dus daar zal je de voordelen langzaam van gaan zien. Zijn er andere manieren om die verbinding, die zo belangrijk is tussen mensen, om die te behouden of verder aan te wakkeren? Ja, wat ik voor verbinding wel interessant vind, hè, veel organisaties organiseren pubquizzen en borrels en lunches. Nou, hartstikke goed. Blijven doen, zou ik zeggen. Maar vergeet niet dat verbinding ook heel erg zit in de opdracht die je met elkaar te doen hebt. Dus het werk wat je doet voor klanten, voor de organisatie. Dus verbinding zit ook heel erg in met elkaar ontwikkelen, innoveren, creatieve oplossingen zoeken. Dat wordt nog wel eens vergeten. Hoe gek dat ook klinkt, maar je bent niet voor niets bij een bedrijf gestart. Dus herhaal dat ook regelmatig en heb het daar met elkaar over. Dat stimuleert en motiveert ook. Het onderwerp op de agenda blijven zetten. Ja. Nu leid jij veel workshops bij allerlei organisaties. Wat is feedback die jij vaak krijgt van managers, of misschien ook medewerkers die jij spreekt? Nou, dat motivatievraagstuk is dan een die wij veel terug horen. En ook blijven in verbinding. Maar je ziet nu dat veel organisaties ook aan het nadenken zijn van, hey, hoe gaan we naar de toekomst toe werken? Gaan we ooit nog wel terug naar kantoor, wat ik niet denk. We gaan echt hybride werken en voor veel organisaties is dat echt nog wel een stap. Want die zijn wel online gaan werken, maar die zijn meer kantoortje vanuit huis gaan doen. Maar nog niet alles opnieuw hebben ingericht. Dus je ziet dat veel bedrijven daar natuurlijk nu naar aan het kijken zijn. Hoe gaan we dat nou doen? En wat betekent dat dan voor onze dienstverlening, voor ons type werk? Kan je daar vanuit jouw visie al iets over zeggen? Of hoe ziet die toekomst eruit? Je zegt, we gaan niet meer volledig terug naar kantoor. Nee, het is grappig. In mijn boek Leidinggeef op afstand, wat ik ver voor corona had geschreven eigenlijk al, heb ik het heel erg al over het hybride werken. Want ik geloof dat als ze weer naar kantoor willen, dat mensen misschien in instantie denken, oh fijn, dan zie ik mijn collega's weer. Ja. Maar dat mensen daarna veel bewuster gaan nadenken, is het eigenlijk wel nodig om in die auto te stappen? Of kan ik het ook op een andere manier doen? En ik denk, de kwaliteit van je werkdag,
Als je een gezin hebt, kleine kinderen hebt, dan is het natuurlijk hartstikke fijn als je veel bewuster kan nadenken en kan kiezen waar je werkt en op welk moment je werkt. Dus dat hybride gaat niet alleen maar over thuis of op kantoor, kunnen ook andere locaties. Maar gaat ook over niet per se tussen 9 tot 5 werken, maar op andere momenten werken. Ja, dus flexibiliteit daar ook heel belangrijk. Milou, richting de wrap-up van dit gesprek, want we zitten al bijna op 20 minuten, dat gaat heel rap. Stel dat er nu een manager aan het kijken is die hier echt mee worstelt. Wat zou wat jou betreft de gouden tip zijn? Ja, absoluut. Het persoonlijke contact. Luister naar je medewerker. Vraag wat je kunt betekenen, wat je kunt doen. Om die persoon te ondersteunen. Stel je op als de coach en dan gaan daar prachtige verhalen en zaken ontstaan. En een medewerker die lekker in zijn vel zit ook, performt ook het beste voor het bedrijf. Dus dat zou wel mijn gouden tip zijn. Heel makkelijk misschien, maar aan de andere kant in de praktijk zie je dat het veel te weinig gebeurt. Goed om in het achterhoofd te houden. Nog een uitsmijter van jou, Gonnie? Ja, ik denk dan, ik ben het eens met Milou, dat menselijke contact, menselijk leiderschap is denk ik belangrijk. Maar bovenal ook doe het samen. Dus kwetsbaar opstellen en doe het met je team, met je organisatie. Want dan kun je veel sneller en kun je veel meer meemaken. Mooi. Dames, ik wil jullie bedanken voor de inzichten vandaag. Milou Verhofstadt en Gonnie Vink. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit gesprek en deze Logitalk. Heb je nou vragen of wil je hier eens over doorpraten? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar one-benelux@logitech.com. En wil je op de hoogte blijven van nieuwe Logitalks, dan kun je je aanmelden op de Logitalk-pagina, ook op logitech.com. Voor nu heel graag tot ziens. Tot de volgende keer.